Hallo, wakker worden. Kom eens naar je bureau. Hoe heet jij? Ik ben Jolijn en hoe heet jij? Ik ben het laptopmannetje. Jij mag euro's gaan maken. Heb je een bierdop? Leg die op het toetsenbord en doe de klep dicht. Doe nu de klep open en kijk wat er gebeurt. Mag ik het nog een keer proberen? Natuurlijk. Doe het zo vaak als je wilt. Ik heb bierdoppen nodig. Van 10 bierdoppen krijg je 1 euro. Wow.
Hé, maar dat is de afspraak niet. Je moet nu wat voor mij doen. Laat me een strip zien. Zo goed. Ja, dat was fijn. Je kan nu weer euro's maken. Ik wil dat je me voorleest. Heel veel voorleest. Pak maar een boekje. Ik doe net of ik slaap. Mama komt eraan. Slaap jij al, Tom? Maar ik doe net of... Maar de koe wil toch in het hok. Pas op, koe. Dat kan toch niet? Ga nu maar weer euro's maken. Nee, gaat niet meer, hè? Je moet me eerst weer voorlezen. Wie is Pinkeltje? Hebben jullie nooit van Pinkeltje gehoord? Niet? Dan zal ik jullie het geheim vertellen wie Pinkeltje is. Op een avond zei Pinkeltje... Nu later de vader en de moeder ook naar bed waren, hoorde Pinkeltje heel zachtjes... Zag hij dat al alle muisjes een chocoladekerstkransje hadden gekregen van en daardoor het raam naar binnen. En elke engel gaf Pinkeltje een zoentje. Ga door, ga door. Je moet blijven voorlezen. Wie zit jij te praten? Tegen het mannetje in de laptop. Wat, heb je vannacht wel geslapen? Ik moet nog een boekje voorlezen voor het laptopmannetje. Wat? Je moet blijven voorlezen. Je moet blijven voorlezen. Je moet blijven voorlezen. Heb je een bied op? Een bied op? Heb je een bied op? Heb je een bied op? Je moet blijven voorlezen. Je moet blijven voorlezen. Je moet blijven voorlezen. Je moet blijven voorlezen.